Bouda! Weg met Bouda! Weg met Bouda! Weg met Bouda! We zijn aan het protesteren tegen het beleid van de regering. En we eisen dat ze vertrekken. Dit is voor het eerst dat het zo druk is. Dat geeft hoop. We zijn altijd gemotiveerd, maar je hoopt dat mensen sneller reageren. En ik zie dat het loskomt. Ik wil een stem bij u. Ik wil een stem bij u. Maar ik wil een stem die achteruit gaat. Ik wil een stem die achteruit gaat. Onze leefomstandigheden verslechteren. We kunnen minder kopen met ons geld. We werken hard, maar... het leek alsof je voor zomaar werkt. En on top of that heb je een regering die niet eens met een plan komt hoe we uit deze situatie geraken en binnen hoeveel tijd. Ze zijn alleen maar bezig suggestieve uitlatingen te doen. En hun speeches geven geen hoop. Je kan niet een lening nemen om een lening af te betalen. Wanneer stop je met afbetalen? Ja, het wordt alleen maar erger. Tap leaning. Je gaat lenen, maar is dweilen met de kraan open, want je bent nog niet gestopt om de gelden die gestolen zijn terug te halen en wetten aan te nemen om te voorkomen dat dat weer gebeurt. Je ziet dat het zo niet verder kan. Een enige oplossing nodig. Na voor met Desi Bouterse. Blijft het hierbij? Nee, we volgen de ontwikkelingen. Er zijn andere groepen die ook uit onvrede opkomen voor hun rechten. We proberen in contact te treden met ze. Het is helaas nog niet structureel gelukt om een samenwerking af te spreken. Maar ik roep ze ook hierbij op om ons te benaderen. Wij proberen van onze kant. We zijn! Het is geen geïsoleerde strijd, dus we moeten een structurele oplossing vinden voor het probleem. En het is terug te leiden naar de regering. Een regering die geen vertrouwen uitstraalt, geen vertrouwen geniet, geen hoop kan geven, is niet geschikt voor zijn of haar taak. Dus de regering moet alvast opstappen. En van daaruit moeten we dan gaan kijken hoe we onze economie weer op rails kunnen krijgen. De opkomst is nog niet bij tevreden hiermee. Het is niet voldoende om de regering te dwingen om naar huis te gaan. Want zoals je hebt gehoord in de speeches van de president, is hij niet van plan om op te stappen. Hij zegt we mogen het in, of ja, de oppositie of de mensen die zich als alternatief opwerven, mogen het in 2020 proberen. Het volk heeft niet zoveel tijd. Het volk verdient dit niet. En we hebben geen tijd dat een president die alles al heeft, ons komt zeggen dat wij moeten wachten. Nee, we hebben geen tijd om te wachten. Als hij wil wachten, dan mag hij wachten, maar wij gaan niet wachten tot 2020. Wij gaan net zo lang door, we gaan mensen mobiliseren, tot we genoeg mensen op de been hebben om te dwingen om af te treden. Dat hij inziet dat hij de eer aan zichzelf moet houden en liever kan aftreden.